Na de brand die de faculteit bouwkunde in de as legde, is nieuwe huisvesting gecreëerd in het voormalig hoofdgebouw van de TU Delft. Tot de grootste ingrepen van de verbouwing behoren de overkappingen van twee binnenplaatsen met glazen serres van Octatube om extra vierkante meters te realiseren. In de Oosterre bevindt zich het instituut The Wye Factory, waarvoor MVRDV samen met Richard Hutten een oranje tribune ontwierp. De kleur is gekozen om duidelijk te maken dat de Y-Factory een onafhankelijke status binnen de TU Delft heeft. Het oranje contrasteert sterk met de monumentale gevels van het bestaande gebouw. De tribune bevat op de begane grond een conferentiekamer en een ruimte voor lezingen. Op de eerste verdieping zijn de kantoren van de wetenschappelijke medewerkers van de Y-Factory gesitueerd en bovenin is nog een vergaderzaal. De tribune kan behalve voor lezingen en filmvertoningen ook als informele werkplek worden gebruikt. De maquette en werktafels zijn ontworpen door Richard Hutten en vervaardigd van ultralicht materiaal, zodat ze eenvoudig zijn te verplaatsen of te verwijderen.